2003 gingen wij samen op pad. Stefan die reed toen, omdat ik geblesseerd was. En ik ging overal met hem naartoe in de bus. En op een gegeven moment kwamen we op een cross ergens. En die mensen die deden het voor een goed doel. En toen zeiden wij tegen elkaar, zouden wij dat ook niet kunnen, zoiets organiseren. Nou, en toen hebben we een brief geschreven aan de gemeente. Daar werden we uitgenodigd. Dus toen zouden we daar gaan praten. En met de vraag van, joh, kunnen we hier in Almkerk iets organiseren? En die waren eigenlijk gelijk enthousiast. En toen zijn we verder gegaan. Wij wisten ook helemaal niet hoeveel werk dat het was. Want het was echt heel veel werk. Vooral in het begin. Toen maakten we de bulten zelf. Met karren grond op en neer rijden, noem maar op. En op een gegeven moment, toen hadden we dus een beetje vorm aan het geheel gegeven. Tent erbij, een bandje erin. Een heel klein tentje hadden we toen. En na 16 jaar zijn we eigenlijk uitgegroeid tot wel een van de evenementen in het land van Neus en Altena. Ja, we zijn natuurlijk super trots dat het zo uitgegroeid is, zoals vandaag. Ja, zeker. Wij zijn eigenlijk van het begin af aan een non-profit organisatie geweest. We geven de opbrengsten van het evenement altijd aan een goed doel weg. We hebben al diverse dingen gedaan met bejaarden of hulpbehoevenden. In allerlei vormen hebben we dat al gedaan. Van het jaar hadden we eigenlijk zoiets van, het is een trend zeg maar, dat kinderen minder in beweging zijn dan vroeger. Daar wilden wij een steentje aan bijdragen om dat te doorbreken. En zodoende hebben we eigenlijk een BMX pumptrack neergelegd van het geld wat we op hopen te halen of gaan halen. En ja, dan kunnen de kinderen gewoon heel de dag met een BMX fiets of een step of een skateboard gewoon heel de dag gratis lekker op fietsen en rommelen. Om gewoon lekker in beweging te zijn. Ja, het evenement is, ik denk zeker deze editie, completer dan ooit. We hebben superveel deelnemers, de baan is in topconditie. Ja, we hebben prachtig weer. Dus, ja, het heeft eigenlijk alleen nog maar meegezeten. Dus we zijn, we zijn super trots hoe het vandaag loopt eigenlijk. Maar mensen die hier aan meedoen, die praten over de motocross van het jaar. Dus daar, ja, dat is zo gegroeid. De GP van Almkerk noemen ze het. En dat is gewoon zo gegroeid. En ja, daarom, het is heel bijzonder voor ons natuurlijk. Maar ook voor de mensen die meerijden. Die kijken er al heel het jaar naar uit. Dus ja, heel bijzonder. We hebben een clubje van 7 man die het achter de schermen regelt. En ik denk, als ik de lijst even terug ga zoeken wie er allemaal recht heeft op de consumptiebon, zeg maar, dat ik op de 35-40 mensen uitkomen die zich gewoon aanbieden om hier de dag te helpen, zeg maar. We hoeven eigenlijk niemand te vragen en dat is gewoon super, daar zijn we heel blij mee. Ja, en ook leuk om te vertellen, toen we 16 jaar geleden begonnen, was mijn oudste zoon, die zat toen nog in de poeplaaier, die was net een paar maanden. Stefan, zijn zoon, die was toen nog niet eens te sprake. Nee. En nu zijn we 16 jaar verder en dan rijdt mijn zoon die rijdt hier al jaren mee. En die van Stefan ook bij de allerkleinste. Dat is gewoon allemaal meegegroeid. En die jongens die helpen nu gewoon al mee de baan opbouwen. En die rijden mee en die organiseren het mee. Dus het ploegje houdt niet op. Het groeit gewoon en we krijgen nieuwe aanwas. Dus, ja, we hebben er zorg voor opvolging eigenlijk. Ja, in principe hebben wij daar zelf gewoon eigenlijk voor gezorgd. En hoe is de opkomst geweest vandaag? Ja, inderdaad wat John zegt, we hebben ik denk ruim 200 deelnemers. Dat is voor een wedstrijd, talent voor het Brabants kampioenschap, echt heel goed. En ja, als ik zo om me heen gekeken heb wat er aan mensen loopt, dan denk ik dat we rond de 750 betalende bezoekers sowieso hebben. Dus al met al zit je misschien tussen de 1000 en de 1500 man publiek of mensen wat je hier op de dag hebt. Ja, dat is gewoon super, zijn we dik tevreden mee. Ja, klinkt als een super dag vandaag. Ja, helemaal goed. Nou, deze helemaal super. Geweldig. Wij zijn er blij mee. Straks de band en een topavond maken qua feest. Dat kunnen ze hier ook best goed. Dus ja, super.